Dag dames en heren! Ik zit denk ik nu in een rode team. Nee, blauwe Nee, team. We zitten in een blauwe team. Nou, we pakken allemaal de hammer, want we moeten even een basisje bouwen. Ja, welkom bij de eerste aflevering van, ik denk dat we Uren te Doden noemen, hè, toch? Ja, we noemen Uren te Doden, Time to Kill, zoiets, ja. Ja, dit is een klein bouwspel, oorlogsspel, hè? Wat is ja. De naam daarvan? King Arthur's Gold. Dus een klein gratis spel. Ja, als jullie zelf willen proberen, de link zit in de beschrijving. Je moet gewoon een account aanmaken. En je kan spelen. Er zijn verschillende soorten klassen. Ik ben nu een bouwer. We moeten. Oh shit. Die gewoon even een toren maken. Ik maak het wel wat hoger. Ja, vul het eerst maar met steen. Zo. Steen. Kom, ga weg, weg, weg. Zo. Oké, ik was. Even nieuwe steen halen. Hoppa. Je kan nieuwe steen gratis halen bij de basis, hè? Ik heb only. Ja, ja. In het begin, in de bouwtijd, kan je gratis steen halen bij de basis. Ah. Ik probeer een beetje te plaatsen, maar mensen staan steeds in de weg. Oké. Okay. Ik doe steeds verkeerde knop, dus F wat ik moet doen. Hé, iemand zit hier ingebouwd. Moet opletten op de tijd, de laatste seconde even gratis materiaal nog halen. Mm-hmm. Ja, dat is een tip van ons. Altijd bij de laatste minuten gratis hout halen. En al die dingen. Nou, we zijn nu eigenlijk een gigantische toren aan het maken. Ja, dat is toch goed. Dat is het beste wat je kan doen. Ja. Deze dingen wat ik nu plaats, die houten dingen, zijn een soort trapdoor, zeg maar. Oh shit. Kan je makkelijk. Nee, dat zijn echt deuren. Ja, kijk, wat als je zo bouwt, kan je tenminste zo makkelijk omhoog klimmen. En dit is gewoon dat je niet er doorheen gaat. Gewoon dat je makkelijk kan klimmen. Weer een verkeerde knop. En ik heb dit verkeerd geplaatst. Maar ik denk dat als je zo gaat, ik denk dat ze dat niet snappen. Als je dat zo zegt. Hoe wil jij het dan uitleggen? Nou, als je zo langs de muur schrapt en dan naar beneden heel snel gaat en dan tegen de richting van de muur induwt, dan schraap je eigenlijk tegen de grond en dan krijg je eigenlijk geen pijn. Normaal als je heel hoog valt, dan krijg je meestal pijn. Oh shit, kijk, laatste zoals seconde. Nu, ik kreeg nu heel veel pijn. Ik ben doodgevallen. Ja, dat was ik ook. Ja, je kan ook doodvallen. Nou, ze hebben al een goed basisjes gemaakt, hè. Komt ja, tegen tijd minder. Wanneer respawnen? Ja, ik ben ook gerespawnd. Ja, ik zie je naam. Hoppa. Nu ben ik er. Hey. Beetje extra hout. Dit is echt een grote tower. Oh, wacht, je kan de boom toch opklimmen. Waarom kan ik de boom niet inklimmen? Oh, ik kan dus niet. Ik moet de boom wel even omhakken. Je kan als bouwer. 10 seconden. Hoiya, hoiya. Wacht, trap. Kom, trap. Zo, en dan kan je hier tenminste hierop. Nou, de toren is er wat klaar. Die is helemaal opgevuld met steen. Dus dat is een heel ja, stevig die ding. Wordt nog steeds hoger gemaakt. Mm-hmm. We hebben hier al. Oh, nee, die moet weg. Meer voor aardjes. Hier kunnen pijlen door. Deze kunnen eigenlijk pijlen doorheen schieten. Dat weet ik wel. Oh shit, hier is de vijand al. Ja, ik ben nog lekker geld aan het verzamelen. Hatsch. Ze proberen hier doorheen te hakken. Oké. Okay. Waar? Hier beneden. Zo. Ze hakken er doorheen. Ja, ons team heeft nog niet verdedigingsmensen. Bom. Ha, aangeplet. Kom op, ga weg. Ga weg. Ik probeer steen te plaatsen. Damn it, ik probeer... Zo. En dan wat achterwand. Voor extra beveiliging. Extra stevigheid, zeg maar. Zo, ik ga nu even... Suicide... Nee, geen suicide. Ik ga liever gewoon teruglopen.
Gewoon even de trap nemen en ga ik terug, ga ik even een archer worden. Zover hebben we er maar eentje, zie ik. Iemand moet een katapult maken, kan je ook nog in als bouwer en zo. Oeh, overleefd. Maar veel mensen spelen het als een leuk spel. Eén en dan archer. En even een paar pijlen gewoon van de boom verzamelen. Zo. Ik dacht dat ik dood ging vallen. Waar ben ik? Oké, 30 pijlen heb ik, moet wel genoeg zijn. Je kan er eventjes mee door. Ja, en even naar de top. Nog lekker pijlen spammen. Kan ook een beetje vooruit kijken zo. Dat doe je met je muis. Yep, gewoon met je muis naar de rand. En hoe langer je inhoudt, hoe harder je schiet. Ah, die heeft daar een bommenhuis van gemaakt, oké. Ah, bijna raak. Ah, zijn bommen te gooien. Ja, jouw... Oh, damn, dat was een goede bom. Jouw basis valt niet zo makkelijk waar je nu staat. Nee, mijn basis valt niet. Wat zag ik eigenlijk? Hier. Oh shit, ik ga dood. Yep, ik ben doodgevallen. Slim. Ja, dat is alleen maar een trap recht omhoog wat daar is. Dat is het enige. Ja. Daarboven staan ook archer spots. Wacht, even pijlen. Gelukkig is hier een shop. Maar ik heb geen geld. Kom, maak mezelf een paar pijlen. Kom op. Wat doet hij daar? Zo. Ik vind het altijd fijn om in de boom te klimmen. Hoop. Zo. Want een of andere hier denkt dat de boomhakkers... Hoe kan je dit niet hakken? Deze hier. Die kan niet weghalen. Zeker bij een geglitchte boom. Hoeveel pijlen heb ik? Tot 20 pijlen en tijd voor de toren te gaan. Oei, klimmen. Oh, hier is een bomb shop. Ja, ik heb de shop. Iemand heeft de shop erin gezet en ik heb de mal gemaakt als het ware. Voor 4 kan je dan eens kijken. Gewoon een pijl random schieten. En, ja, dat is juist niet slim. Nee. Naar beneden. Oei. Eens kijken. Yo. Ah, oh, bijna. Oh, ze zijn hier aan een toren van soldaten maken. Lol. Oh nee, beneden dringen ze door. Beneden dringen ze door. Beneden dringen ze door. Oh mijn god, de hele toren zakt in. Dat kan. Dat is niet goed. Omhoog, snel voordat het eraf gaat inzakken. Oh fuck, ik val dood. Nee, ik overleef het. Hoe heb ik dat overleefd? Kan ik hier om... Ik kan hier niet omlaag kijken. Wel vooruit, maar niet omlaag. Dat is vervelend. Oh toch. Ja. Damn, de hele trap hier is ingezakt. Ja, maar de bovenkant is niet ingezakt en dat heb ik goed voor gezorgd, hè? Ja, ik kan hier alleen niet verder omlaag kijken, dat is het enige probleem. What the fuck, hij zit hier de vloer te slopen. Delen daarvan tenminste. Een van die wat. Oké, nu wilt hij wel. Nee, kom kijken. Oh, ik moet lang inhouden. Nou, iemand heeft de vloer alweer gemaakt, zie ik. Ze zitten onder de vloer. Ze zijn onder onze bruggen te graven. En ik ben doodgevallen. Zie je, ze zitten onder ons te graven. We hebben toen goede torens gebouwd, maar als ze er onder door kunnen, even niet verzinnen. Dat kan je er altijd. Je kan het zo diep maken als je wil, maar... Ja, zo diep als de map gaat. Zwaardvechter word ik nu. Wacht, hier kan ik... Ik kan je als builder gebruiken. Ik ga aanvallen. Ik ben dood.
zwaar gevecht. Bouw een muurtje daar, een deur. Wacht, eerst moet. Ja, dan kan ze om een deur te bouwen. Bom! Daar had ik niks tegen kunnen doen, maar in ieder geval er staat een muur. Ze vallen toch weer naar beneden. Ik vind het toch grappig als ze steeds naar beneden vallen. Bom! Fuck, ik zat klem. Ha! Jesus. Bommenaanval. 1 bom erin. Maar ik heb geen geld voor bommen. Dat is vervelend. Oh shit, komen ze naar boven. Oké, ik leef weer. Oh nee, die kan op. Ik heb 3 bommen naar beneden gegooid, dus ik denk dat ze wel dood zijn. Merendeels. Oh, oh shit. Ik ben wel. Je moet daar een muurtje of zoiets plaatsen. Ze graven onder onze basis. Zie je het? Mm-hmm. Een tunnel weg, nou, overal doorheen gedaan. Kijk, een vlag komt hier naartoe. Dat is een speciale vlag. Daardoor kunnen ze zo dichtbij ons zijn. Wacht maar als ze hier binnenkomen, dan vallen de 2 bommen naar hun. Ze gooien al bommen. Oké, dat was alles die kapot ging, dit potje verliezen we. Oh mijn god. Dit potje verliezen we zeker. Je kan niet rondkijken, niks. Jij leeft nog. Mm-hmm. Maar je bent ook soldaat. Wat word ik wel bouwer. Maar ik wil eerst materiaal hebben. Zie je, een of andere manier kan ik geen struiken hakken. Als je bouwer bent. Jawel, dan moet je de bovenste gewoon slaan. Oh ja. Ja, we hebben die baas van ons. Hup, kom hier jij. Beetje steen. Ik moet even veel steen vullen. Op de minimap kunnen jullie zien hoe een beetje het gaat. Wie wat is. Maar het is een leuk spel om even een paar uurtjes te doden. Als jullie even vervelen. We gaan nog meer video's uitproberen zoals dit. Meer nog minispelletjes. De tijden dat deze uitkomen zijn random momenten. Ja. Eén moment spelen we dit, andere moment spelen we iets compleet anders. En nou ja, als je nummers duwt of Q, kun je allemaal icoontjes kiezen. Maar als je gewoon nummers doet. 2 is blij gezichtje. Sad face, angry, happy. Hier, ik doe alle nummers. Wacht even, nee. Yo. Zo, komen mensen hier makkelijk op. Zijn we onze vlag het verplaatst zo te zien? Ah, hier hebben we een basis gebouwd, zie ik. Oké, ik moet even naar beneden. Of ik niet gedood was. Is het daar gevaarlijk verder door? Nee, je kan hier wel komen als builder. Dus, oh. Wij waren onder hun toren aan het graven. Oh fuck, ik ben dood. Die. Hij is dood. Fuck! Oh, dat was juist een bom. Damn. Nee, ik leef weer. Deze keer ergens anders. Goed zo. Maar ik heb een beetje hout, nul materiaal, geen steen. Auw, ik word aangevallen hier, wegwezen. Shit, ga omhoog. Die! Ah, ik ben weer dood. Ik heb iemand gekild. Goed zo. Ik heb nu 57 puntjes. Ik ben archer, maar hier is geen plek voor alle pijlen. Dat is de klote. Wacht, laat me even bouwen worden. Ik heb bommen nodig. Hoppa. Boven krijg je die? Ja, weet ik. Die heb ik zelf neergezet. Zo, dat is wel genoeg hout. Nu moet ik steen hebben. Kaboom! Hey, die vond ik leuk. Ongeveer 50 wil ik hebben. Nietjes meer, eentje nog. Je ziet ons team is best wel goed op zich.
Ja, we hebben een goede team, maar we hebben soms ook, ja, de meeste potjes We zijn hebben wij. goed, we hebben een goede toren. Ja, dat ook, ja. Hoe hoger, hoe beter. Oké. Wat ik nu ga doen voor de archers. Als ik daar boven kom. Ah, fuck, kom. Even rustig. Trapje op. Ja, en dan... Wat was het voor een basis te bouwen? Basis hebben we al. Nee, ik bedoel... Wat ga jij maken? Tot we pijlen dichterbij kunnen pakken. Shit, ik moet meer stenen hebben. Stenen halen. Okay, oh, die heeft flink wat geld verdiend. Wie? Iemand die ja, ik zag een bomopblazing. Ik heb flink stenen nodig. Kan ik plek voor dat mijn mensen pijlen kunnen kopen? Dan kan ik lekker van pijlen kopen. Ik ga telkens... Alles is beneden kapot. Zo. Oké, nu zie ik het. Kom, ik heb hout nodig. Zo, nu moet ik genoeg hebben voor een basis. Klimmen. Hey, daar had ik tegen verdedigd moeten zijn. Waar tegen verdedigd? Tegen zo'n bom, ik had mijn schild. Misschien had je juist verkeerd. Ah, ze zitten met het katapult. Die moet ik hebben. Waarom kan ik die niet? Oké, kan ik nu E... Pijlen, haha. Kan ik hier nu veranderen van klas? Yes. Archer. Archer. Nee, hier kan ik niet doorheen. Zie je? De archers zijn al blij. Dat ik dat heb gemaakt. Oei, pijlen spammen. Even hier naar beneden. Kan ik hier doorheen schieten? Yes, I can. Snel, laat. Vuur. Oh shit. Die bouwer. Ja, ik probeer hem te pakken. Hij zit te trollen. Oh, bijna. Oh. Oh, bijna. Oh, het hele trap zakt in. Oh, hij is dood. Kom maar, bouwen. Bouw verder. Oh, what the fuck. Oh, zo doet hij het. Nee. Ik zie zoveel pijlen, ik weet nog niet welke van mijne zijn. Ik zit gewoon pijlen te spammen beneden. Ah, ik heb geen pijlen meer. Ha! Iemand doodgehit. Ha! Weer iemand doodgehit. 50 pijlen. Ze denken, what the fuck, pijlenregen. Ik kan niet eeuwig daar verdedigen. Oh, fuck! Oh my god! Die was geniaal. Die was gek. Nu heb ik geen pijlen meer. Boven kan je pijlen kopen. Ja, maar ik heb geen geld meer. Oh, ik wel, ik heb nog 80. Oh! Dank je dat jij mij opving. Oh, die is dood. Zijn jullie weer pijlen aan het spawnen? Yep. Kut, we hebben geen levens meer. Dan hebben we nog 14. Fuck. Oké, ik ben heel even weg, jongens. Heel eventjes. Wat ben je doen dan? Niks. Auw, fuck, hij heeft me geraakt. Goed, ik ga hier omlaag. Fuck, ik ben dood. Oké. Yep. Nou, dit potje hebben ze goed als verloren. Nou, dus ook kan je zien als je doodgaat. Kan je zo nog het spel bekijken wat er gebeurt. Maar hun hebben nog 10 levens.
Wij hebben 0. Ja, en hun hebben eigenlijk een hele slechte basis, maar zij zijn echt voor de aanval gegaan. Ja, meer soldaten aanvallen. Ja, zij hadden ze veel staan bommen. In hun eigen stekels. Ah. En zij hadden goed doorgerushed met een... Een paar bommen beneden zou fantastisch zijn. Yep, daar komt er weer uit. Oh, daar ging de ontploffing. Eentje type de wow. Hup, nooit je dood. 3-0 is het. Maar die toren krijgen ze heel moeilijk kapot. Zo, nu moet het eigenlijk 0-0 worden. Nou, zoals je weet, mensen. Oh! Oh! Een paar worden al niet meer gespamd. Dus nu 0-0. Kom op, jongens, spam die bommen. Oh! Yeah! Weer eentje. Goed zo. Er zijn steeds bommen te kopen. Hij heeft denk ik geen geld meer. Maar als je diezelfde spellen wil proberen, de link staat, de link van de website staat beneden. Moet je gewoon eventjes downloaden en installeren, heel simpel. Ja. Speel nu al snel geld te verdienen. Om bommen te kopen. Ja. Zie ik hier. Nou zie je, zijn ze het mijnen. Door mijnen krijg je elke keer geld. Eentje zit daar te verdienen. Kijk, ze gaan naar beneden weggraven. Zouden ze er iets tegen doen? Twee staan daar te verstoppen. Er zitten nog een paar naar basis. Dan hebben wij nog niks gebouwd. Wij hebben zo'n grote toren gebouwd. Oké, okay, is het als met steen op te vullen. als ze daar niet gewoon een bom konden ingooien. Ja, onze team spant steeds steen. Jammer dat ik niet kan inzoomen, of wel? Nee. Jawel, of een rechtermuisknop. Oké. Okay. Kan je tenminste zien van dichtbij. En dan link een lange muisknop, rechter muisknop lang inhouden. Dan kan je zo rond bewegen nog met de muis klikken. Wat ze moeten doen is echt één gaatje maken en dan gewoon een bom erin gooien. Met de rest eigenlijk aan de hand. Die staat daar stil. Er zitten een paar mensen daar te kloten. Oh, wat gebeurde er? Nee. Een bom. Oh, nog een bom. Damn. Oh, hij heeft zichzelf opgeblazen. Is niet erg. Ze zijn er geweest. Er zijn er nog 3. Ja, maar die kunnen niet veel. Ze kunnen nog graven, dat kunnen ze wel. Maar ze kunnen eigenlijk niet door stenen, of wel? Als ons team nou probeert die Arsha. Oh, een vlag wordt verplaatst. Ze proberen die Arsha te doden. Oeh, het bijna geraakt. Hoe is hier beneden? Oh, ze graven weg naar boven. Ze graven weg naar boven. Nu moeten ze een bom gooien. Yep, er komt een bom. Zie je, nu rennen ze weg. Oh! Nou, bommenverspilling. Oh, heeft nog een bom. Heeft nog een bom. Oh shit, suicide! Oh my god. Hij leeft nog. Kijk die boogschutter. Patch, yeah! Nice boogschutting. Wow, kom, hier is nice. Nog eentje leef. Wat is die nou als je dood? Hoeveel zijn... Oh, er zijn nog veel. Er zijn nog 1, 2, 3, 4, 5 nog van ze. En voor ons zijn er nog 1, 2, 3, 4. 4. Wat gaan ze doen? Oh, de aardje komt dichterbij. Denk dat mensen nog daarboven zitten, maar er zit niemand meer. Oeh, inzoomen. Oeh, hij werd geraakt. Go down. Oh! Gone is de aardje. Wat zit hij eigenlijk doen? Oh, dat is een archer geworden. Hoeveel zijn nog van hun? 2 soldaten en 2 werkers. Oh, ze gaan stenen gooien. Hier komt de stenen. Dan moet je juist uit dat range gaan van dat schieten. Dus ik vraag me af wat ze gaan doen. Ja, als die archer nu daarheen kon schieten, naar die boogschieter. Voorzichtig.
Back to base. Oh, Artje gaat schieten? Nee, hij trekt zich terug. En... Oh, ik dacht dat de Artje dood ging vallen. Ja, andere Artje is doodgevallen. Fuck, gelijk schelden. Ze hebben een bouwer nodig, maar de bouwer is bezig met materiaal verzamelen. Die schat. Oh, hij is dit materiaal naar beneden aan het gooien. Voor de bouwer daar. Oh, dan komen de pijlen. Oh, oh, raakt hem. Oh, hij heeft hem ook nog geraakt. Oh, dan komt de bom. Dan komt de bom. Oh shit, pas op, pas op, pas op. Oeh. Close. Close. We hebben er nog twee, hè? We hebben nog twee en hun hebben nog 1, drie. 2, 3, 4. 3 achter, eentje voor. Oh! Dit potje gaat even duren, mensen. Soms kan het wel, als het zo lang duurt. Als je nu gewoon dat ganse toren deed opblazen. Gewoon lekker veel bommen erin gooien, dan zakte de hele toren in. Ja. Ah, oh, hij rent weg. Hij rent weg. De soldaat gaat achter hem aan. Nee, die moet niet gaan. Oh, hij komt daar nu niet meer weg, hè? Nee. Kijk. Hij zit dan nu al beneden vast. Hij denkt die shit. Hij denkt help me. Kijken. Oh, hij draait zich om. Hij is gewoon helemaal ontsingeld. Hij is helemaal ontsingeld. Hij krijgt een bom. Hij heeft ook een bom. Oh, cool. Oh, hij is ontsingeld. Hij is dood. Oh, hij doet het wel goed. Nee, hij is dood. Robin Hood is nog over. Dus wat gaat hij doen? Gelijk bommen naar hem te gooien. Oh, en hij is dood. Nou, dat was het, mensen. Nou, dat was het spel. Ik hoop dat jullie het spel leuk zouden vinden. Misschien niet. En nu begint gewoon het helemaal opnieuw. Hé, hey, leuke map. Ja, dat zijn... Oh, nee, deze. Ja, dat is een leuke map. De map verandert elke keer. Ja. Dus kun je zelf lekker uitproberen. Dit was even uurtjes te doden. Tot de volgende uurtjes te keer. Doden. Doei! Doei!